Piat, ik vind het ontzettend leuk dat ik hier op deze school mag zijn vandaag. Wat is het eigenlijk voor school? Het is een oecumenische school. Dat betekent eigenlijk dat we aan alle geloven evenveel aandacht besteden. En je staat voor een klas van 29 leerlingen. Ja, klopt. Wat kun je vertellen over de klas? Ze komen uit heel verschillende achtergronden. Dus al die verschillen, zeg maar, dat zie je ook heel mooi in de klas. Hoe kijk jij naar het kind van nu? Nou ja, wel wat individualistischer, wat meer gericht op het eigen, zeg maar. Ik hoorde ook dat kinderen zeiden dat ze meer hadden aan online vrienden. Hoe kijk je naar zoiets? Wie vindt de online vrienden betere vrienden dan de vrienden die je ontmoet? Ik denk aan de ene kant dat het ook misschien juist ook wel eens kan helpen bij kinderen die dat nu lastig vinden om die persoonlijke contacten te vinden. Maar het heeft ook wel een vorm van eenzaamheid bijna. Hoe zou het dan moeten zijn, vind jij? Ja, toch meer samen. Meer gericht op elkaar. En ik denk echt dat echte persoonlijke contact dat wel het meest waardevol is. Je inzetten voor een ander. Ik denk dat moeten we ook toch ergens leren. Net als dat we moeten rekenen, taal, et cetera, moeten leren. Het zit in ons, maar we moeten er wel mee aan de gang. Volgens mij mogen die kinderen hartstikke blij zijn met zo'n leraar als jij. Nou, ik hoop het. Ik doe je bent een beetje een soort meescase voor ze. Lekker avontuurlijk, zeggen ze allemaal. Ja, maar misschien wel iets strenger dan meescase. Iets strenger dan meescase. Nou ja, denk ik. Dankjewel. Jij ook. Superleuk. Bedankt.